zover. We gaan beginnen met het eerste panel. Dus ik nodig graag uit Hille van der K, oprichter van de afdeling datajournalistiek in Tilburg. Ja, daar is ze. Rick van Dijk van de Challenge. Gert-Jaap Hoekman van Nu Lab. Daar is weer een lab. Margot Smit, directeur van de VVOJ. En Yvonne Dankvoort van de NVJ Academy. Van harte welkom allemaal. Neem wat water, dat praat wel makkelijk. Misschien kan jij dat even uitdelen. En jullie zitten in dit panel, dat is genaamd De Vernieuwers. Dus dat belooft veel goed. Dus de eerste vraag is eigenlijk, waarom ben jij een vernieuwer, Rick van Dijk? Waarom zit jij hier? Waarom ben ik een vernieuwer? De challenge is denk ik vernieuwend. Het heet ook de challenge Reinventing Journalism. Dus we dagen studenten, net afgestudeerden, uit om met een nieuw idee te komen. En dat begeleiden we dan met masterclasses. Om dat idee ook een levensvatbaar project van te maken. Om hoeveel ideeën gaat het per jaar? Vorig jaar waren het er 24. We zitten nu op 11. En we hebben nog tijd tot 1 december. Dus, koop dat boek. Koop dat boek. Dus als er nog studenten zijn die denken, we hebben een goed idee, dien het in voor de challenge, kan het tot 1 december. Hille van der K. Ja. Jij bent ook een vernieuwer. Nou, ik weet niet zozeer of ik er nu ben, maar in ieder geval de opleiding waar ik aan verbonden ben in Tilburg, denk ik wel. Waarom? Omdat we zijn een journalistieke opleiding die niet is ontstaan vanuit de journalistiek, maar vanuit de informatietechnologie, dus computer science. Dus als wij het hebben over journalistieke methoden, dan praten wij over methodes uit de informatietechnologie die wij toepassen om uiteindelijk journalistieke verhalen te maken. Dat is een andere benadering van journalistiek. En wij praten niet over mediatypen. Wij praten niet over, wij werken voor een krant of tv, want dat vinden wij helemaal niet belangrijk. En wij hebben heel duidelijk gekozen voor onderzoek. Dus wij willen niet het mannetje van alles zijn. Wij leren studenten niet hoe ze een stuk moeten schrijven. Wij leren studenten niet hoe ze een camera vast moeten houden. We hebben daar heel specifiek een keuze voor gemaakt. En we hebben een lab. Met drones. Een lab met drones. En misschien als laatste... Een lab met drones? En wat doen die? Nou, wat doen die, Margo? Ja, die vliegen rond, die filmen en die landen dan op de fietsenstalling in Zwolle. Juist. Ja. Ja. Heb jij er een zien vliegen, Margo? Afgelopen weekend op ons congres stond Hille met 4 van die dingen. Ze kwam met 4 dozen binnen. En aan het einde waren volgens mij alle batterijen leeg. Dus ze zijn veel gebruikt door collega's om te kijken, doen wat kan ik daar nou mee? Ze doen het nog, ja. Ja. Ze stinken wel een beetje nu. Yvonne Dankvoort van de NVJ Academy. Ja, wij zijn al jaren denk ik vernieuwend bezig. Met name of het gaat om de entrepreneurschap, ondernemerschap. Omdat we heel veel cursussen hebben gegeven voor journalisten die freelance wilden werken. Dat is uitgegroeid tot de NVJ Academy. Waarin we korte cursussen, een dag tot een dag, paar dagen, halve dagen organiseren. Waar datajournalistiek aan de orde is. Of hoe beveilig ik mijn laptop. Soms organiseren we het samen met andere organisaties. Op allerlei gebieden, ook onderzoeksjournalistiek. Als het gaat om wet openbaarheid bestuur, organiseren we daar cursussen over. En we merken dat de vraag best wel hoog is. Dus er zijn veel journalisten die deelnemen. We spraken elkaar vooraf en toen zei je, ik zie het zo, wij vullen gaten op. Nou, we vullen gaten op. Er zijn veel journalisten die hun opleiding hebben afgerond. Die dan de praktijk in moeten gaan. Die gaan freelancen. En die nog geen cursus hebben gevolgd om een beetje te specialiseren. Daar is het de eerste helft ook al over gegaan. En wij bieden juist die korte cursussen. Maar ook voor mensen die al langer, journalisten die al langer werken. Die eigenlijk bijgeschoold moeten worden of ook zich willen verdiepen. Bieden we die cursussen aan.
gaan. En dat we gaten vullen. Het zou mooi zijn als je... Kun je nu terugnemen. Als je samen gewoon met de opleidingen, maar ook met werkgevers... want die hebben ook een belangrijke rol... onderwijsvormen of cursusaanbod kan versterken... zodat ook mensen die langer werken... ik denk met name aan de categorie 30-40'ers... die ook weer bijgeschoold moeten worden... anders wordt het gat steeds groter ten opzichte van de opleidingen... dat je daar structureel iets aan kan doen. En dat hoeven niet cursussen te zijn van een semester of 140 uur... zoals heel veel opleidingen dat gebruiken. Maar dat kunnen korte cursussen zijn. Sommige zelfs van één dag, hè? Ja, sommige van één dag of een halve dag. Dan kan je best wel heel veel doen als je het goed indeelt. Margot Smit, de directeur van de Vereniging van Onderzoeksjournalisten. Nederlandse en Vlaamse. Dat is al vernieuwend op zich. Nou, ja, maar jullie bestaan wel al 10 jaar. Ja. Dus hoe vernieuwend is dat? Ja, we doen elke keer... Al 10 jaar. Al 10 jaar bestaan wel, ja. We pakken er elke keer weer nieuwe dingen bij. We zijn 10 jaar geleden begonnen als eerste met datajournalistiek. Wat toen nog inderdaad computer-assisted reporting heette. Vreselijke term. Ik ben blij dat we daar vanaf zijn. En we zetten steeds weer stapjes. We richten ons in eerste aanleg specifiek op mid-career journalisten... En inmiddels zijn we ook bezig met diverse scholen om na te denken over het ontwikkelen van curriculi. Heet dat curriculi? Curriculums? Meerdere. In onderzoeksjournalistiek. Dus wij curricula. Ja, erg dat ik dat niet weet, hè? Nou ja. Ik ben blij. Ik ben nog uit de tijd dat we een corrector hadden die dat er dan uitviste bij mij. Dus we denken mee met opleidingen over het opzetten van trajecten in onderzoeksjournalistiek. We publiceren handboeken en wij zijn vorig jaar als eerste ook live gegaan met de Media Lab. Waarbij tutorials beschikbaar kwamen voor journalisten gewoon op hun werkplek. Ik zit hier, ik wil iets met een set data en mijn Excel-vaardigheden zijn niet toereikend. Dan kijk ik op het lab van, want dat heet ook weer lab. Och, wat is het toch populair, Media Lab van de VVOJ. En dan krijg ik een heel klein cursusje van 10 minuten. En dat helpt mij door mijn hobbel. Online? Over mijn, ja. Online, mede gefinancierd door het Stimuleringsfonds. Die ziet bij ons gelukkig zo af en toe van die dingen dat ze denken, yes, doen we. En heb je het gevoel dat jullie bij de VVOJ altijd vooraan lopen? Of denk je ook wel eens, hey, dat hadden we even gemist? Ik pik af en toe goede ideeën uit de Verenigde Staten. Ik mag af en toe daar rondkijken op conferenties zoals wij ze zelf organiseren voor journalisten. Kijk ik af en toe over de oceaan en zie daar dan weer dingen. Het hele idee ook van het integreren van computertechnieken in de journalistiek komt toch wel uit de Verenigde Staten vandaan. Dat is door de founding fathers van de VVOJ meegenomen naar hier. En vervolgens heeft dat ze gelukkig zijn weg gevonden. Je kunt het nu niet meer wegdenken. Maar 10 jaar geleden gaven wij de eerste trainingen in Excel. En daar zaten mensen echt te kijken als een kip naar het onweer. Dus wat dat betreft zijn we in 10 jaar een eind gekomen, denk ik. Gert-Jaap Hoekman van Nu Lab. Ook een lab. Ja. Ook alweer een lab, ja. We hebben allemaal een lab. En wat gebeurt er in jullie lab? En Nu Lab is het open innovatieprogramma van nu.nl. Dat hebben wij opengezet eigenlijk niet zozeer voor journalisten alleen... of studenten alleen, of studenten en journalistiek alleen... maar eigenlijk voor heel Nederland. Er hebben zich ongeveer 170 mensen zitten in dat lab nu... en die krijgen op wekelijkse basis een les. Die krijgen een kijkje in de keuken bij de grootste nieuwssite van Nederland. Die komen 1 keer in de week bij nu.nl langs. Nee, die krijgen via webinars krijgen ze les van... Nou, of mensen van nu.nl of andere mensen uit het vak... die kennis hebben van zaken en die ze uitleggen... niet alleen hoe je een verhaal vertelt. Het gaat niet per se over journalistiek... maar wel meer over die zakelijke kant ervan. En hoe zet je nou... een bedrijfje op. Hoe werkt dat eigenlijk? Hoe kom je nou met een goed idee? Ik denk dat, en met wat ik eigenlijk vernieuwende vind, dat lijkt wel een klein beetje op denk ik, wat de challenge is. Maar bij ons is de insteek ook uiteindelijk dat het overblijft met 3 ideeën, waar we gewoon prototypes van gaan bouwen, die ook daadwerkelijk in te zetten zijn. Dus wij zijn een soort, ik denk een soort commercieel ziekenhuis. Incubator, Newton het denk ik noemen dan. Want het is, wij zijn de markt tegelijkertijd. Dus je hoeft niet, als het idee af is, nog eens te gaan shoppen van... goh, is dit ook uiteindelijk levensvatbaar? Nee, het is levensvatbaar, anders hadden we het niet uitgekozen. En waarom doet nu.nl dit?
Nou, omdat wij het ook het is ook leuk hè, om te doen. Ja, het is zoveel leuk. Ja, zeker, maar soms moet je ook gewoon leuke dingen doen, volgens mij. Omdat dat het leven leuk maakt. Nee, wij zijn heel erg benieuwd. Nu.nl bestaat volgend jaar 15 jaar. En we zijn geboren als een, zeg maar, een innovator. Hè. Ik bedoel, het was 15 jaar geleden iets wat daarvoor nog niet gebeurde. In de tussentijd zijn we zitten natuurlijk ook niet stil, maar we zijn ook wel steeds benieuwder wat er buiten het inmiddels de hoofddorpse muren gebeurt. Vandaar ook dat wij niet ons toespitsen op alleen journalisten, maar juist op heel Nederland, omdat wij heel benieuwd zijn wat dat oplevert uiteindelijk, wat voor ideeën mensen hebben die wij misschien niet hebben. Want kan je zeggen dat jullie na 15 jaar inmiddels gevestigd zijn? Nee, dat mag ik niet zeggen. Van wie niet? Nee, dat mag ik een grapje. Nee, dat is een gevecht. Wij willen dat liever niet, eigenlijk. Nee, maar, ja, ik kan me voorstellen dat dit lab een manier is om te zorgen dat je niet inderdaad te gevestigd wordt. Nou, ik weet niet. Als dat het enige manier zou zijn, dan zou dat ook niet goed zijn, denk ik. Want wij moeten als Nu.nl zelf ook gewoon blijven innoveren. Alleen het, ja, na 15 jaar is Nu.nl wel volwassen geworden, ja. En gaan die drie winnaars, werken die straks bij jullie om een project verder uit te werken? Van de 170 ideeën, wat ik zei, blijven er drie over die we gaan uitwerken. Daar kiezen we één winnaar uit. En we houden zeker de optie en de mogelijkheid open dat diegene betrokken blijft bij het project. Dat kan zijn als dienstverband, dat kan zijn op freelance basis. Misschien is diegene, heeft die wel een vaste baan, wil die dat helemaal niet. Kan ook. Dus we hebben daar niet, zeg maar, vooraf een soort verplichting of een soort belofte aangehangen. Omdat we, ja, dit is voor ons ook de eerste keer dat we het doen. Het is een experiment. Dus we weten niet hoe dat gaat eindigen. Maar we vinden het wel belangrijk om diegene erbij te betrekken. Want zo'n idee zit ook gewoon in de persoon die het bedacht heeft. Ik bedoel, het zou heel gek zijn om iemand te vragen om een heel goed idee te bedenken. En vervolgens wij dan dat gaan uitvoeren. Ja, de kans is dan groot dat het misschien helemaal niet uitgevoerd wordt op de manier waarop het bedacht is. Dus ja, dat is wel de instelling. En doen deze 170 mensen dit omdat ze de journalistiek in willen? Of hebben ze hele andere motivaties? Nou, dat is een goede vraag. Dat weet ik eigenlijk niet. We doen het vooral omdat ze, ik denk dat ze een kans krijgen bij ons om een vak te, zich te ontwikkelen op een vakgebied dat ze misschien, als het studenten journalistiek zijn, of dat ze niet daar krijgen. Het is namelijk, de vraag die wij heel erg graag stellen is, welk probleem lost jouw idee op eigenlijk? En dat is, je merkt eigenlijk al, nou, we zijn nu 2 weken begonnen. En dat al een vrij grote horde is. Want mensen, je kan een leuk idee hebben, maar nou, wat ik in het begin ook al zei, bij ons is het idee wel dat ook uitgevoerd moet gaan worden. En dan moet je wel een probleem oplossen. Je moet dat probleem gaan toetsen. Dus je wordt heel erg, ja, dat learning by doing is heel erg integraal onderdeel van dat traject. En dat je wordt er heel stuk slimmer van, denk ik. En wat voor mensen zijn dat, behalve die studenten? Nou, het zijn ook wel journalisten, maar het zijn ook mensen die gewoon op een andere manier, ja, media interessant vinden. Dat kunnen gewoon, ja, weet ik veel, ZZP'ers zijn. Mensen die journalistiek interessant vinden. Er zitten ook wel wat mensen bij die bij reclamebureaus werken. Dan wordt het wel wat spannender natuurlijk voor ons. Maar het zijn heel verschillende achtergronden. En hebben jullie nou zo overal de indruk dat dit soort initiatieven er komen omdat er op andere plaatsen dingen ontbreken? Of zijn wij gewoon een waanzinnig creatief land? Nou, het is niet. Ik zal voorop zeggen, wij zijn hier niet mee begonnen de journalistiek te redden of zo. Het is niet een soort nobel streven dat we dat heel erg belangrijk vinden. Maar wat ik wel zie en leer is dat dat nu lab maakt onderdeel uit van een soort noem je dat, incubator, wat jij het al zei, strategie, waarop je heel erg veel leert van dingen die niet per se geleerd worden op de SVJ, waar ik ook vandaan kom. Je leert heel erg nadenken over hoe je iets in de markt moet zetten, of hoe je signaleert, hè, dat een gebruiker of een consument iets interessant vindt of niet, en hoe je daar vervolgens mee omgaat. Dus ik denk dat wel degelijk iets is wat wij nu missen. Het is ook een vakgebied. Wij krijgen journalisten die heel erg veel van journalistiek weten als stagiaires, en we krijgen product management die heel veel weten van dat gedeelte van het vak als stagiaires. Maar je krijgt nooit iemand die het allebei kan. En wij hopen uiteindelijk wel dat we misschien ook wel dat soort mensen kunnen gaan aantrekken hierdoor. En hoe zie jij dat, Rick? Ja, eigenlijk hetzelfde. Wij hebben dan misschien iets meer de ideële grondslag van journalistiek redden of vooruit helpen als fonds. Iets meer of echt wel? Echt wel, ja, laat ik dan zo zeggen. Even voor de duidelijkheid. Nou, iets meer dan nu.nl bijvoorbeeld. Nou, die hebben het helemaal niet hoor. Die zoeken gewoon nieuwe. Ja, nieuwe verdienmodellen. Ja, dat mag ook. Ja. Het is een bedrijf. Ja. Maar dat doen we wel bij de challenge hoor. Dat mensen die zijn wel journalistiek gemotiveerd. Dus die willen echt wel journalistieke verhalen doen of journalistiek onderzoek doen. Maar ze geven ook aan bij de challenge dat ze bij de opleiding toch onvoldoende inzicht hebben gekregen van hoe doe je dat dan? Wat is ondernemende journalistiek? Hoe kan ik een eigen bedrijf beginnen? Wat voor vakgebieden hebben we nog meer nodig om zoiets te doen? Design is belangrijk, techniek is belangrijk. Dus al die aspecten trekken we er ook bij de challenge. Er worden ook masterclasses in gegeven. En zo het begint inderdaad ook van wat is dan het probleem dat je wilt oplossen? Dat moeten ze eerst goed benoemen.
En bij de eerste ronde van de challenge heeft het ook 3 levensvatbare ideeën opgeleverd. Er zijn nu 3 websites actief. Ze hebben contacten gelegd ook met bestaande of reguliere media om de opdrachten voor te doen. Welke websites zijn dat? Dat is newpaper.nl, dat is job.nl en dat is localfocus.nl. En localfocus richt zich dan op de datajournalistiek. Dus je wil halffabrikaten maken voor mediabedrijven. Dus zij zeggen, wij zijn goed in datajournalistiek. Wij kunnen voor jullie producties maken. Wij kunnen verhaallijnen aandragen. Wij maken datasets beschikbaar voor jullie. En daar kunnen jullie dan verhalen voor maken. Tegen betaling uiteraard. Job zit meer op het snijvlak van bedrijven hebben interessante informatie. En die informatie kan interessant zijn voor soortgelijke bedrijven. Maar we hebben ook een bepaalde maatschappelijke relevantie. Dus je kunt bepaalde trends zien te halen uit de data van bedrijven. En de laatste, Newpaper wil met journalistiek talent van de opleidingen nieuwe verhalen maken. Digital storytelling, dus een andere manier verhalen vertellen, meer crossmediaal. Ik moet zeggen, ze gaan alle 3 erg goed. Dus het is leuk. Hille, zie jij veel talent bij jouw opleiding? Jawel, jazeker. Ja. Dus dat is niet een probleem wat we hier hoeven op te lossen? Nee, dat denk ik niet. Nee. Ik denk ook wel dat wij redelijk typische studenten afleveren. Wat zijn de karakteristieken van deze typische studenten? Het is de informatiespecialist die wij afleveren. Het is de persoon die zichzelf informatiespecialist noemt en misschien een journalistieke invalshoek daarbij neemt. Maar het is niet de journalisten die wij afleveren. Wij zijn een wat kleinere opleiding. Dus je vraagt, loopt er veel talent rond? Wij hebben de mazzel dat wij niet met 300 studenten journalistiek hoeven te dealen. Maar met kleinere clubjes. Waardoor de kwaliteit of het niveau automatisch ook wel een stuk omhoog gaat. Hoe groot is de groep? 25. En als je talent of succesvolheid af zou meten aan krijgen ze een baan of gaan ze iets doen waar ze geld mee verdienen, dan gaat het uitermate goed met ze. Ja. Oké, en even over die teaching hospitals die we net voorbij hoorden komen. Raakt dit daar allemaal wel een beetje aan? Zijn we op de goede weg? Want ik heb een beetje, wij hebben ervaring met instromers Plasterk. Jongeren die op opiniebladen, dagbladen konden instromen. De reactie met subsidie van de overheid. Ja, met subsidie van de overheid. Wat ons opviel was dat de instromers met name kritiek hadden op de begeleiding die zij kregen. Ze werden allemaal weggezet, eigenlijk websites, dat ze daarmee bezig waren. En zij verwachten juist die journalistieke input te krijgen. Dus wat jullie ook aangeven. Dus ik ben heel benieuwd ook bij jullie in hoeverre je jezelf als redacteur nog kan ontwikkelen. Om vervolgens ook weer goede feedback te geven aan de instromers die er komen. Want wat wij zien is dat mensen zich verder niet ontwikkelen. Als een baan hebben, gechargeerd hoor. Er zijn heel veel die wel cursussen volgen en zich wel ontwikkelen, maar heel veel niet. En dan weer die begeleiding moeten geven aan die jonge instromers die enthousiast het vak binnenkomen. Dus daar zijn wij nog niet uit hoe we dat beter kunnen monitoren. Nee, ik moet zeggen dat ik dat wel, als ik naar mijn eigen carrière een beetje terugkijk, daar ook wel dat wel herken. Want ik was als stagiair kwam ik bij Nieuwe Revue en ik was net in dienst en toen ging ik zelf als stagiaires begeleiden. Dus dat is natuurlijk wel een beetje raar. Ja, je kan ze wel enthousiasme voor het vak meebrengen natuurlijk. Maar ik was zelf ook nog steeds aan het leren. Ja. Maar als ik iets mag zeggen over die hospitals. Kijk, voor mij... Nee, nog heel even ingaan naar de vraag Yvonne zegt. Gebeurt dat voldoende op jullie redactie? Nou ja, wij bestaan. Ik vind het wel. Ja, ik bedoel, het is een... Alleen wat ik vooral merk aan de stagiaires die wij krijgen van de school van journalistiek, en daar moet nog wat grondig lobbywerk aan komen. Want wij krijgen eerste stagiaires die sowieso al vrij onervaren zijn. En die ook niet zo goed weten wat ze met internetjournalistiek moeten. Hè. Je hoorde mijn collega natuurlijk al in de filmpjes hiervoor. Die zegt van ja, god, ze krijgen les van mensen die dat vak zelf ook niet echt goed snappen. Niet goed kennen. Dus om nou te zeggen dat we hebben daar eigenlijk heel erg veel werk aan. Waardoor we onszelf soms wel de vraag stellen van moeten we hier nogal mee doorgaan dan eigenlijk?
Margot Smit zit hevig te knikken. Ik kan me voorstellen dat dat dus inderdaad bij het nadenken en het organiseren van die teaching hospitals iets moet zijn wat je heel goed realiseert. Mm-hmm. Dat zoals Eric Newton het voorbeeld gaf van, hoe heette die? Walter Robinson? Benjamin Robinson. Ja. Robinson. Als je zo'n samenwerking dus aangaat met een bestaand medium, dat bestaande medium daar wel echt iets aan moet hebben. Want anders dan maakt de baas bovenin er geen tijd en geld voor vrij. Nee. Dus ik denk dat je dat inderdaad heel goed, die balans moet zoeken. De basis moet wel goed zijn. Ja, ik bedoel, ik ken die curricula van de School voor Journalistiek in Nederland niet uit mijn hoofd, maar ik heb wel eens het idee dat het daar wel een beetje aan schort. Als ik mag praten over mijn... Misschien heeft Hille daar meer zicht op. Want jij hebt twee functies op twee verschillende opleidingen. Misschien moeten wij zo eens praten dan. Ja. Nee, wat schort er precies dan? Kennis van dat vak. Kennis van... Hoe journalistiek op internet werkt. Hoe dat anders is dan dat je een verhaal maakt voor een krant. Waar je bijvoorbeeld maar één deadline hebt. Of waar je misschien alleen maar een tekst werkt. Waar je bij ons continu deadlines hebt en met heel veel verschillende media te maken hebt. Dat heb je toch op dit moment bij alle kranten ook en bij de publieke omroep ook. Want die hebben ook 20, 24 uur cycles. Misschien lopen die tegen dezelfde problemen aan. Ik kan alleen maar natuurlijk zeggen wat mijn ervaring daarmee is. Dus de noodzaak is alleen maar des te groter omdat het hele werkveld daar last van heeft. Ja. Kijk, heel veel van de docenten stammen natuurlijk zelf nog uit de tijd dat het... maar één krant per dag en maar één nieuwsuitzending per dag was. Ik weet dat ik bij RTL ging werken. Toen kregen we er ineens een 4 uur journaal bij. Holy crap. Dat was dus heel erg. Dat kan je nu al niet meer voorstellen. Dus wij moeten ook als docenten die slag wel heel goed maken. Voor ons misschien ook een teaching hospital oprichten. Ja. Training the trainers. Wat ik daarover wilde zeggen is dat... Er komt bijval. Ja. Je zou kunnen zeggen, training hospital... Kijk, dat zijn de stages natuurlijk al in zekere mate. Maar alleen de stages, ook daar is mijn ervaring... zowel als stagiair, als begeleider, als nu als hoofdredacteur van nu.nl... dat die heel erg kort zijn. Op het moment dat je... we werken vaak met de school van logistiek als het gaat om 3 maanden zo'n beetje... Iemand is net lekker bezig, kan vrij opereren, kan stukken maken op locatie, kan voor ons live bloggen, kan pushberichten uitsturen, whatever. En dan zijn de 3 maanden alweer voorbij en dan moeten we weer opnieuw beginnen. Ik zie zo'n teaching hospital veel meer voor me dat een soort integraal onderdeel ervan wordt. Dat die wel op zoek naar nieuwe slaap. Ja, precies. Maar uiteindelijk krijgen die mensen wel een kans om ook... Als je een goede stagiair bent bij ons, kan je gewoon ook in dienst komen. Of je kan als freelancer werken. Dus soms moet je misschien een beetje slaaf zijn en vervolgens... ik ga even naar die meneer die applaudisseerde bij de opmerking. Misschien moeten de teachers ook geteacht worden. Meneer, wie bent u? Ik ben Wilbert van der Rijden, docent aan de School van Justiek tot vorige week. Maar... Nee, als we praten over de opleiding, dan moeten wij natuurlijk ook worden opgeleid en ons vak bijhouden. Dat is denk ik een noodzaak. Hoe deed u dat? Nou, door een chirurg te zijn die zelf het vak beoefent en dan mensen helpt. Maar niet alleen uit de boeken leren hoe je het doet. En dan denk ik dat je mensen verder kunt helpen. Het is een vak en je moet daar in die jungle overleven. U had eigenlijk een dubbelfunctie, dus als journalist en als leraar. Nee, wij moeten allemaal, als docenten, moeten we natuurlijk wat het vak bijhouden. Dus 's morgens werken en 's middags... Zo bedoelt u, studeren. Ja, precies. Maar een teaching hospital, dus verder gaan dan in je eentje wat bijlezen? Ja. Nou, dat is duidelijk. Dat moeten we doen. Even zoeken nog een sponsor. Heel even daar, dan kom ik naar jou. En wie bent u? Ik ben Daan Westerink, docent School van Journalistiek in Utrecht. En journalist en freelancer. En wat mij stoort, ga ik het toch even voor studenten opnemen die hier zitten, ook achterin. Is dat er heel veel, en dat is een van de dingen die je juist niet moet leren, is heersen. Ik hoor je zeggen, volgens mij op de opleidingen, maar je weet het niet. Ik praat uit de ervaring die ik terugkrijg van de mensen. Dat is ook heersen. Ja. Nee, maar ik bedoel, veel docenten weten niet hoe het bij jou werkt. Ja. Volgens mij begint het daar. En ik mis, wat studenten achter mij ook zeiden... is ik hoor heel veel lezingen over hoe de toekomst onzeker is... en hoe het vroeger ging, maar en nu dan? Wij willen verder en we willen... Nou, wij ook, maar volgens mij is dit en ik ben heel veel bezig met aanwezigheids...
lijstjes bijhouden. En ik ben docent blog, onder andere, social media research. Ik wil dat ze graag in die labs nu aan het werk gaan, dat ze bij jou komen kijken. Het interesseert me niet of je dat slavernij noemt. Want bloggen is ook gewoon investeren. Is gewoon nu al laten zien voor een opdrachtgever. Ik ga ervan trillen, maar dat is gewoon omdat ik... Het is ook heel goed voor Ben. En ik denk, die bruggen moeten wij niet kapot slaan, die moeten we bouwen. Ja. En dan moeten we laten zien hoe we dat zelf doen, zoals Wilbert het ook zei. We moeten het voordoen. We moeten niet zien de mensen van NOS die ooit bij mij ook op de opleiding zaten. Want ik ben ook opgeleid in Utrecht. Dat dat concurrenten zijn, maar die hebben we nodig. De praktijk in de school halen en de school in de praktijk. Ja. Nee, ik, volgens mij is dat wel een... Die hand die wil ik graag schudden. Alleen het enige wat ik zeg... Nou ja, goed, dat is een beetje ver. Maar nee, maar dat meen ik serieus. Want kijk, het meest recente voorbeeld bij ons is dat wij een stageplek hebben. Volgens mij kan je bij nu.nl geweldig veel doen. Je krijgt heel veel kansen om, zeg maar, als zelfstandig verslaggever ook op pad te gaan. En heel veel dingen te doen. Er heeft zich één iemand aangemeld vanuit Utrecht. De scholen journalistiek die volgens mij dicteren nog steeds wanneer de posities zijn, wanneer een bepaalde school aan de beurt is. Ja. Nee, maar ik bedoel, ik krijg één iemand waar ik uit mag kiezen. En die is godzijdank geschikt. Alleen als dat niet zo zou zijn, dan zaten wij zeggen, ja, oké. Okay. En ik verbaas me daarover. Dat is het enige wat ik zeg. Hier zit iemand die zei, ik heb de oplossing. Dat is altijd fijn. Okay. Ja. Ik denk in ieder geval het beginnetje ervan. Ik denk wat heel simpel is. Wie bent u? Ik ben Tjibbe Hoekstra. Okay. Ik ben journalist. Ik denk dat het heel makkelijk is om een beginnetje te maken. Van, je zegt, studenten moeten stage lopen. Die zijn soms niet goed voorbereid. Maar dan zou ik zeggen, laat nodig een paar docenten uit om een paar dagen bij jouw stage te komen lopen. Ja, goed idee. Goed idee. Heel goed idee. Even kijken wat de studenten daarvan zouden vinden. Ik zie hier iemand met je mond viel open toen je dit hoorde. Deed ik dat, ja? Ik sluit me gewoon aan bij Daan. Wij zitten hier... Nee, maar wat hij zegt, laten de docenten stage lopen. Zou je dat een goed idee vinden? Ik denk in sommige gevallen wel, ja. Lastig om naar te drukken. Nee, dat gebeurt volgens mij ook wel, hoor. Dat docenten dat doen. Tenminste, ik ken uit mijn tijd nog wel even docenten die dat deden. Dat kwam wel uit de docenten zelf. Lijkt me ook gewoon uitstekend. Maar dat is de enige manier om volgens mij... Ja, de journalistieke wereld verandert gewoon continu. En wij moeten meegaan met de tijd. Maar de docenten moeten ook meegaan met de veranderingen. Dus voor hen is het misschien ook wel af en toe handig om te kijken. Weet je wat nog veel beter is? Is als docenten geen stage lopen, maar als docenten gewoon in de praktijk werken. Wij hebben in Groningen ons complete docentenkorps. Zijn mensen die allemaal kleine zelfstandigen of werkzaam op redacties. 50-50, ik ben werkzaam in de journalistiek en ik geef les. De dag dat ik geen producten meer maak, zijn mijn studenten de eerste om mij te disqualificeren. Lieve mevrouw, als uw enige wapenfeit is dat u 17 jaar geleden op de redactie Kerken Leven van Trouw zat, dat is daar de deur. Maar hiermee zeg je dus eigenlijk over docenten die dat niet doen, dat ze eigenlijk beter kunnen stoppen? Nou ja, ik denk het wel. Dit is een vak dat is als viool spelen. En als je zelf niet meer speelt, dan moet je er... Ik kan me niet... Dit vak verandert zo snel. Wij kunnen niet erbuiten staan, ernaar kijken. Wij hebben op onze universiteit altijd het dispuut met de theoriedocenten, want die bestuderen ons. En dan roepen wij wel eens van, ja, maar jullie moeten ook stukjes schrijven, dit en dat. Het is ook heel goed dat zij ons bestuderen en ons leren reflecteren. Maar als praktijkdocenten moeten wij in de praktijk staan. Dat kan niet anders. Het vergt ook een compleet... Wie ben je? Jael Daan van School voor Journalistiek in Utrecht. Het vergt een andere werkcultuur. We hebben het over stages lopen, docenten. Je moet als docent elke dag op de hoogte zijn wat er gisteren is gebeurd, zodat je goed les kan geven. En niet wat er vorig jaar is gebeurd of 2 jaar geleden. En dat is heel erg wat ik mis. Een complete andere attitude, een andere werkcultuur. En je kunt niet... Ik zal als student het heel erg vinden dat mijn docent op stage gaat. Dat klinkt natuurlijk heel raar. Je moet kritisch zijn. Je moet een attitude hebben van ik wil op de hoogte zijn. Als je dat niet hebt... Ja. Ik denk dat het goed is om nu over te gaan naar het tweede panel. Want dat gaat helemaal over... Ja, dat gaat over de docenten. En daar zijn we beland. Hartelijk dank voor jullie aanwezigheid in het panel.